Dylan Bouwmans, pak jij vandaag de trui weer terug? Dat denk ik niet. Waarom niet? Omdat er drie andere renners hier al rondrijden die denk ik sterker zijn dan ik in de tijdrit. En over wie heb je het dan? Dion Beukenboom, Artijs de Vries en Niels Eekhoff. Maar je kan wel een behoorlijk puntenaantal pakken. Je kan weer helemaal terugkomen in de top van het klassement. Ja, dat is in ieder geval de bedoeling om dat vandaag te doen. En dan de tijdrit in Vaals. Ja, want je noemt een aantal namen, sterke tijdrijders. Denk je niet dat je die met een goede dag kan kloppen? Nou, ik heb het nog niet gedaan. Dus ik hoop het natuurlijk wel, maar het moet eerst gebeuren. Heb je het parcours al gezien? Ja, wij zijn hier net om 4 uur aangekomen en toen hebben we meteen het parcours verkend op de fiets. En het is heel snel. Ja, vertel me, wat vind je ervan? Is het een parcours voor jou? Vorig jaar heb ik hem ook gereden. Toen ging het voor mij nu redelijk, maar zat ik nog wel een redelijk stuk achter de eerste. Alleen ik ben dit jaar weer een stuk sterker geworden, dus ik hoop dat ik het vandaag goed kan doen. Je bent tijdens een Franse rittenkoers gevallen. Hoe is het met je? Veel schade? Nee, de schade valt mee. En ik denk dat ik ook wel genoeg weer hersteld ben van afgelopen week. Geen last met in de beugel liggen? Als ik in een gat rijd, dan voel ik het wel op mijn elleboog. Maar ik denk dat als ik dadelijk volle bak aan het rijden ben, dan voel ik niks. Ja, wanneer ben je tevreden bij zo'n tijdrit? Ik neem aan dat je wel een beetje een uitslag in je hoofd hebt. Is dat net achter die grote mannen of hoe denk je daarover? Ja, ik denk dat er heel veel renners zijn die ongeveer net zo sterk zijn als mij. Dus dan praten we over plek 4 tot en met 20 misschien wel. En ik hoop zelf gewoon een top 10 te rijden. Maar het meest blij ben ik als ik straks gewoon over de finish kom en ik haal mijn wattages. En ik heb heel de rit goede lijnen gereden en een goede houding. Dankjewel.